Ben je op zoek naar de goedkoopste FIFA 16 Ultimate Team coins? Ga dan naar fifacoinsfc.com en gebruik de code DNPNL voor 5% korting. Naast een supergoedkope prijs hebben ze ook een instant delivery system, wat dus betekent dat als je bestelt, je coins binnen 2 minuten krijgt. Veel plezier met de video! Hallo mensen, kom van op en snel met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met een nieuwe pack opening. En er zijn hele lekkere packs, namelijk 50k packs, 7 om precies te zijn. Die gaan wij allemaal lekker openen. Voor de rest zijn er ook nog 15k ook wat nice. Maar we hebben ook nog een gratis pack. Oh, een 25k pack. Let's go, hopelijk zit er wat goeds in. Zou wel nice zijn. We krijgen niemand minder dan. Oh, dit kan niet. Nee. Oh, is heel erg. Oké, niet meer over nadenken. Het was toch een untradeable pack. Oh, heel erg. Oké. Laten we maar gewoon meteen beginnen. Laten we maar meteen beginnen met 150k pack. Ik ben er helemaal klaar voor. Als je de video kunt liken, super al zijn 2500 likes. Moet lukken, vergeet niet te liken. Het is ook helemaal melvol met spuug. Daar gaan we dan. Daar komt ie. Eerste 50k pack. Doe maar Ronaldo striker, want alle spelers zijn in zieke posities. Ronaldo. Check. Upgrade, check. Best goed op zich. En Mascherano op 7M, is die iets waard? Want die heeft ook een position change gehad. Is die iets waard? 4K, nog best decent, zeker voor Mascherano. Voor de rest helemaal niks. Ja, behalve dus Czech natuurlijk, hoe is Czech waard? Helemaal niks. Czech is 6K? 6K voor Czech? Oké, de eerste pack was niet echt om over naar huis te schrijven, maar op zich wel decent. Volgende nog 6. Oké, geef me wat goeds. Nee. Oh, die Maria! What the fuck? En in vorm, holy shit! Ik dacht dat het Lavezzi was, omdat het links voor was, maar die Maria. Nee! Oh, lekker hoor. 60k. 60k voor die Maria. Holy shit. En een inform. Dit is echt heel lekker. En een inform Diamanti. Die kan er weliswaar helemaal geen enkele flut van. Holy shit. Nee, is 10k. Die kan ik beter discarden. En Casillas. Maar Casillas is ook niks waard. Boateng. Nee. Holy shit, die Maria. Super nice. Dat is echt ziek nice. Laten we 1,15k back doen. Om gewoon even een beetje af te wisselen. Want ik hou er sowieso wat 4 points over. Nee. Savic. Altijd Savic. Mensen, discard je fitnesskaart niet. Hou ze in je club. Of verkoop ze, want ze zijn gewoon echt geld waard. Oké, we gaan weer naar een 50k pack. Komt-ie. Oeh, derde 50k pack. Eerste was kut. Tweede was supergoed. Derde krijgen we. Marcelo. Ja, die is helemaal niks waard. Die is 10k max. Ah, dat is echt kut. Snel. Ah, weer hoed. Ik krijg alleen mijn hoed voor mijn gevoel. Heb ik hem nou 2 keer of 3 keer gehad? Ik weet het niet. Corona heeft geen 50 kills meer. Dat is wel jammer. Voor de rest, een kakpack. Gaan we weer door naar een lekker goudpakketje. Komt-ie. Hopelijk krijgen we wat goeds. Let's go. Goeie keeper? Nee, Goeie Teta. Ik open even wat van deze pack. Zodat we straks nog de 50k pack kunnen openen. Want ik heb best wel veel punten om te openen. En dit is echt heel slecht. Kom op, geef me. Deze packs zijn ook zo shit, jongen. Die 15k pack is echt niet te geloven, gewoon. Ja, Moreno zo. Aspiligueta, niks waard. Weg ermee. Jongen. We hebben nog 4 van die, maar ik wil ze gewoon nog even bewaren. We openen nog 3 van deze en dan openen we weer eentje van die ander. Laten we het zo doen. Oh mijn god, deze zijn echt heel slecht. En die 50k packs zijn super goed. Maar nadeel is dat er maar 7 zijn. Waarom deze niet gewoon 15 of zo? Dat zou veel chiller zijn geweest. Nee. Schöne, jongen. Oh, Gray. Hij is voor Leicester. En aangezien iedereen bij Leicester overpriced, zal hij het ook wel zijn. Nee, is niet waar. Jammer. Oké, komt hij hier. Na komt weer een 50k packie. Ik krijg nog deze 15k pack. Zo, dat is nice. Als je het deze 50k pack. Oh, op een Isco. Ik doe even dat David Silva zou zijn. Isco is ook wel nice op zich, maar die is niet heel veel waard. Isco is 5k. Is op zich nog best decent. Kan ik zeker mee leven. Maar voor de rest, nee, niet zo goed. Speciale pakketten. Oh, pizza. Nee, Sturridge. Oh, Sturridge. Geen pizza, maar Sturridge. Ik ga straks trouwens wel pizza eten. Lekker. Nou, 8,5k, 9k, laten we daarop houden. En Falcao, speelt Falcao überhaupt? Nou, hij speelt niet, dat denk ik ook. Maar hij speelt er nog wel, tussen haakjes, zeg maar. Oh, best lekker. Holy shit. Ik was alweer klaar om kak te zeggen, maar we krijgen fucking Sturridge, die is 8k en de pie. What the fuck, dat is een ziek goede pack. Pie nog waard. 8k, dat is ook niet zoveel meer. Het was een tijdje heel veel, maar niet meer. Maar maakt niet uit. De pie. Dat is een uitstekend packie, niks mis mee. Ben ik wel heel eerlijk in. Ik was gewoon ready om weer kak te zeggen, maar ja, dat was nog niet zo. Oké, krijgen we dan meteen een goede achteraan? Nee, KM niet of zo. Kuhn. Kak. Kak. Nee. Kak. Oh, ineens een random info van Smalling out of nowhere. 400k price range. Wow, Smalling is gewoon 40k. Hoe heeft ook zieke stats. Holy shit. Lekker hoor.
Lekker hoor. Jongen, Info Smalling, lekker. Oh, Verratti is helemaal niks waard. 2K als beste speler. En weer een hoed. Gewoon een hoed. Dit is gewoon een hoed. Wat doet de man met de hoed? Oké, okay, nog 3 van deze en dan nog 1,50k pack. En deze pack ook nog wel weer voorbij. We hebben best goede players gehad. Nou ja, we hebben... Smalling was wel goed. We hebben een 15k... Oh, kak. We hebben een 15k pack gehad met... hoe heet die mensjes? Sturridge en Depay. En... We hebben natuurlijk de Di Maria pack gehad, die echt helemaal niks mis mee was. Ja, ik hoop dat Peppe, die is niet kak, maar dit is wel kak. Oké, nog één van deze. Nou gaan we over naar de laatste 50k pack. Krijgen we nog iets goed in de laatste 15k pack? That's the question. Komt-ie, man. Tjoe. Shit, man. Oké, komt-ie. Laatste. Kom op, go. Hop. Mensen, hebben deze video niet gelijk? Like hem dan nu. Want ik weet zeker, als iedereen hem liked, krijgen we ziek veel geluk. En dit is de laatste pack. Alsjeblieft. Boom. Nee. Oh, je hebt hem zeker niet geliked. Oh. 2 spelers van Sampdoria. Oh mijn god. Waarom is zijn naam net iets wat een Pokémon zou kunnen zeggen? Nee, is echt slecht. Balen. Jammer. In ieder geval, mensen, ook tof dat je deze video leuk vond. Alsjeblieft, vergeet hem zeker niet te liken. En zeg dat je weer gewoon niet de volgende keer. En zeg doei. Later.